Maar daar staan we. De mensen om te horen. En je ziet, er is geen oor voor de noden van het volk. Men zit alleen maar te racen en weg te lopen van een duidelijkheid. En zij noemen het dat dokken. En als het volk een petitie komt indienen, kom je niet naar buiten. Er wordt geen enkel verandering verwacht. Elke maand wordt het maar slechter. En er is een redding beloofd. Ik denk dat de mensen bedoelden van als ze komen, dan gaan ze het volk zo ver krijgen dat het volk de Surinaamse samenleving zal moeten redden. Want hij werkt geen redding. Waar is de achterban van de NDP? We hebben gezegd we mobiliseren, dus ze zijn er ook vandaag. Maar we hebben gezegd we hebben een week tot 10 dagen nodig. Wij zijn op de achtergrond bezig. We gaan het wel landelijk doen volledig. Maar tot hoever de vakbeweging zoals vandaag, gisteren bezig is, ik denk morgen ook, ondersteunen we ook. We hebben gezien, acties hebben de NDP niet naar huis kunnen sturen 2010-2020. Denkt u dat de NDP wel krachtig genoeg is samen met het volk deze regering naar huis te sturen? Ja, kijk, we zijn krachtig genoeg. Dat is misschien niet het punt. Ik denk dat het besef bij die mensen moet komen. Als een land lam ligt, als een land lam ligt straks, hoe functioneer je verder? Toch? Je wilt toch niet zeggen dat wat je nu doet, nu is veel erger dan SAP. Wij kunnen niet eens overzien wat er kan gebeuren. Dit is niet eerder gebeurd. Als in SAP men gestaakt heeft, en men heeft ook tijdens allerlei regeringen gestaakt, was het toen niet zo erg. Wat zal er nu gebeuren, zullen we straks zien. Maar ik denk niet dat een volk met een koers van 40 straks of een 50 straks verder zal kunnen gaan. U was in de positie als vice-president. We hebben nu de heer Brunswijk als VP. Doet hij een goede job? Want u weet precies hoe het aanvoelt om VP te zijn. Er zijn veel punten ver van verbetering en er zijn veel blunders die gemaakt worden. We weten dat, we hoeven niet onder de stoel of banken te schuiven, toch? Ik bedoel, welke regering ook, welke partij nu in de regering zit, is dieper aan de situatie. En dat is gewoon simpel feit. Ja, we hebben gezien, er is geen eenheid van beleid. De mannen vechten onderling. Toch? En je gaat niet een tweesporig, driesporig, tiensporig beleid doen. Dat is het volk die de verliezer is in deze. Bent u tevreden hoe u het land heeft achtergelaten in 2020 als VP? Helemaal. Ik heb net aangegeven 1,2 miljard hebben overgenomen van Venetiaan aan schuld. We hebben 2,5 miljard achtergelaten. Vergeet nooit meer, zeg ik altijd mensen. Venetiaan heeft geen drie crises gekend. Ze hebben geen enkel crisis gekend en toch hebben ze 1,2 miljard US dollar aan schuld achtergelaten. We hebben met drie crisis hebben geen bauxiet meer. We hadden geen olie en goud inkomsten zoals het nu is. En toch hebben we slechts 2,5 miljard US dollar inbegrepen die 1,2 van Venetiaan achtergelaten. Maar we hebben daarnaast nog 3,4 miljard geïnvesteerd aan ontwikkeling. En daarvan is bijna 1,6 ook afgelost. En dus praten over schulden is onzin. We hebben een 3,4 miljard aan investering achtergelaten. En tot de dag van vandaag zijn ze projecten aan het lintjes knippen van die projecten van toen. En ziet u de investeringen terug, de leefomstandigheden van de Stranamangs? We lopen nu op de straat, hoor. Die geïnvesteerd is, dus je ziet de Hoevenbrugstraat. Je ziet de schoonheid van de stad toen en je ziet het nu. Ja. Wanneer wordt vuil opgehaald? Ik weet niet of onderhoud plaatsvindt. We hebben dezelfde straten die we daar zo mooi hebben gedaan, zie ik nu grote gaten in. Toch, wat gebeurt er? Dus alleen de inrichting van de stad als die de ontwikkeling die toen plaats heeft gevonden. Ziet u zichzelf als de toekomstige voorzitter van de NDP? De voorzitter van de NDP die nu is, die heeft een pad uitgezet. Nou, we gaan kijken waar dat naartoe leidt. Bent u deel van het pad? Ja, uiteraard, altijd. Succes, thank you. Yes.